Voorzitter, eerder dit jaar heeft deze raad een wijziging van de APV vastgesteld waarmee overlast kan worden aangepakt. Zou de overlast door meerdere huishoudens in een pand dan ook niet via die weg aangepakt kunnen worden? En waarom is een regeling in het bestemmingsplan nodig? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Wiertz. Vorig jaar namen we het besluit dat onderverhuur aan derden in Almelo niet langer is toegestaan. Hoe wordt dat gehandhaafd? Zoals bijvoorbeeld de betreffende bewoningen aan de Oortmansenstraat 63 en 65. Almeloze bedrijven zijn die arbeidsmigranten laten werken. En die groep mensen moet ook gewoon een kamer kunnen huren. En of dat nou studenten of arbeidsmigranten zijn, dat maakt in principe niks uit. Nee, daar ging het mij op. Ik snap dat die arbeidsmigranten ook een kamer of iets moeten hebben, maar dat kan ook bij Van der Valk. Nou, wij hebben een zienswijze ingediend. En met wie is wij? En met wij bedoel ik de bewoners van de Sluiskade Noordzijde en de bewoners van de Oortmansche Straat. En inclusief Terasmus en het Noordik en het instituut Nijenkamp. Wat wilt u met die zienswijze bereiken? Nou, de vorige zienswijze van 2008, daar heeft de eigenaar van de panden 6365 Oortmansche Straat een zienswijze ingediend. Met de vraag of de woningen een ruimere bestemming mochten krijgen. En dat heeft de toenmalige raad goedgekeurd. En met als gevolg dat er nu die panden voor diverse doeleinden worden gebruikt. En de laatste anderhalf jaar, nou, sinds vorig jaar januari, zit het vol met arbeidsmigranten. En dat geeft een enorme overlast. Is dat de reden dat u die zienswijze teruggedraaid wilt zien? Ja, het zijn mooie panden. Het zijn de oude dijkerspanden in de Oortmansche Straat. En de bestemming was altijd wonen met eventueel kantoor aan huis. En dat hoort ook in die panden. En daarmee bereiken we dat er dus ook minder overlast is. Wat is de reactie van de gemeente geweest tot nu toe? Buitengewoon positief. Wij voelen ons allemaal zeer gesteund door de gemeente. Wat denkt u zal de uitkomst zijn? Nou, ik weet dat dus nu de raad akkoord is gegaan. Dus nu gaat het 6 weken naar de provincie. En dan moeten we verder afwachten. Bent u hoopvol gestemd? Altijd.